Goedemiddag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza van vrijdag 1 juni. Vandaag was er vrij veel bewolking en vanuit Duitsland trokken er buien over het land, met af en toe onweer. Vanmiddag ontstonden er enkele zware enkzaplaren net over de grens, die zie je straks met zwarte kleuren richting Groningen en Drenthe trekken. Voor deze buien heeft KNMI code oranje uitgegeven, omdat er kans is op zware onweersbuien en veel neerslag in korte tijd. Er kan dan 50 mm vallen en dat kan voor wateroverlast zorgen. Ook is er kans op hagel en windstoten. Vanavond neemt de buienactiviteit geleidelijk af. Het is dan 17 tot 20 graden en er staat een zwak tot matige westenwind. Morgen begint de dag met veel bewolking. Later op de dag komt in het zuiden af en toe de zon ook tevoorschijn. In de loop van de dag ontstaan wel weer wat buien, vooral in het noorden en verder landinwaarts. Hierbij kan ook een klap onweer vallen, maar de buien zullen niet zo extreem worden als ze de afgelopen dagen zijn geweest. Zondag verandert er in eerste instantie weinig, het is 20 tot 24 graden, en er is nog steeds kans op een enkele bui, al neemt die kans wel geleidelijk af. Na het weekend verandert er wel wat, het wordt dan geleidelijk droog, en we gaan de zon steeds vaker zien. De temperaturen gaan ietsje omhoog naar 20 tot 25 graden, nog even geduld dus. Ik ben Hanneke Luiting van Weerplaza.